Afgelopen zaterdag gewonnen de thuiswedstrijd tegen HSW Hoek, 4-2, mooie uitslag. Als je naar DVS-TV luistert, luister je naar of kijk je er wel eens naar? Ja, ik kijk alles. Ja, kijk. Okay. Dan zie je, hoor je een, een hele enthousiaste commentator die weer na 23 seconden, ongeveer 23 seconden, kan, uh, kan genieten. En uh, dat doe ik dan ook oprecht. Op, op uh, heb jij genoten en, het, en uh, hoe geniet je van zo'n begin van je ploeg? Ja, het prettig is natuurlijk, je geniet altijd als je sowieso wint. Dat, dat scheelt al een stuk. Maar uh, het is prettig om te zien dat, dat de afspraken die je maakt, zeker over de start van de wedstrijd, ja, dat hij uh, deze opvolging elke keer uh, krijgt, dat is, dat is natuurlijk prima. En uh, dat betekent dus dat de groep ook erin gelooft in, in dat wat je wil. Maar uh, nog belangrijker is, weet dat het dat ook nog uit te voeren. En uh, ja, dan is het prettig dat je al snel op 1-0 komt. Het was een lastige pot. Die gasten kwamen ook om te winnen. Uh, het, het lukte ten opzichte van vorige week uh, beter. Um, waar ligt het aan dat je dat dan uh, nu wel? Je hebt de kritikas eens de mond gesnoerd door te, door te zeggen: van, hey, in, in zulke wedstrijden hoor je ook dit soort wedstrijden, moet, moet je ook kunnen winnen. En uh, hoe kan het dan dat je die uh, nu wel over de streep heen trekt? Nou, het belangrijkste is dat, uh, dat ik de mindset van de jongens erg sterk vond. Uh, het snelle scoren dat helpt uh, ons enorm. Maar natuurlijk ook de rol van Hoek. Die jongens die, uh, die waren bereid om er ook een wedstrijd van te maken. En gingen ook voor hun eigen kansen. Gaven ruimtes weg die, uh, ja, die wij wel weten te benutten. Uh, dus het werd van twee kanten een open wedstrijd. En, en dan zie je dat iedereen in het duel groeit. Uh, tactisch hadden we het goed staan, ondanks uh, dat we wat personele problemen hadden. Uh, maar het besef was echt wel aanwezig bij de groep dat uh, het niveau van die week ervoor gewoon niet is waar wij uh, voor willen staan. Dus die jongens hebben revanche op zichzelf gehaald. En, uh, ja, en dat maakt dan uiteindelijk dat je hem wint. Hoe belangrijk is zo'n mindset? Ja, uiteindelijk heel belangrijk natuurlijk. Hè. Dat, uh, veel mensen zeggen altijd, ja, voetballen doe je met je, met je met je voeten. Maar dat is maar een klein gedeelte natuurlijk. Het gaat erom, uh, de, tussen die oortjes moet het goed zitten. Daar hebben we een hele week voor gebruikt om dat uh, te bewerkstelligen. En uh, uiteindelijk kun je zeggen dat dat uh, goed gelukt is. Oké, okay. deze week wat rustiger. Morgen nog wel een wedstrijd? Ja, uh, relatief rustig. Uh, we gaan morgen spelen tegen Jong de Graafschap. Iedereen gaat uh, zijn minuten maken. Het is een soort, uh, het is een soort tussenweek. Uh, voor het eerst sinds denk, juni dat, uh, dat die jongens een keer uh, een weekend vrij kunnen zijn. Maar dat uh, betekent dus wel morgen nog even flink aan de bak. En uh, daarna mogen ze hun lichaam even wat rust geven. Zelf al een weekendje weggeboekt? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat heel, ik had heel graag naar GVV Dovo uh, gegaan. Maar ik heb begrepen dat die wedstrijd helaas niet doorgaat. Dus uh, moet even kijken hoe we dat op gaan vullen. Ik, uh, ik ben niet zo van het klussen, dus ik maak me ernstig zorgen richting aankomend weekend. Oké. Okay. Hey, toch nog even terug naar de wedstrijd. Uh, Pilon, man of the match, uh, werd ook uh, bediend door zijn uh, collega's, zoals hij zo mooi uh, riep in de krant. Um, hij maakte het uh, drie keer af met een bananenboog. Hoe vaak trainen jullie daarop, bananenboog schieten? Nou, Bananenboog schieten op zich niet. Maar natuurlijk hebben wij onze afwerkvormen. En, uh, maar het gaat meer erom: uh, waar we wel op trainen is de snelheid in de aanval houden. En uh, kijk dat ze er zo mooi in gaan. Dat, uh, dat is bijna, ja het is wel trainbaar. Maar dat is ook een kwaliteit van Olivier op dat moment natuurlijk. Dat hij uh, ondanks de hoge snelheid toch weet wat hij moet doen. Maar dat zie je ook aan een Benjamin. Um, want die vierde goal dat is wel iets waar we dan op trainen. En uh, waar Ben vroeger nog wel eens het overzicht kwijt was voor de goal. Bleef hij nou uh, ondanks zo'n enorme snelheid uh, aan de bal uh, goed het overzicht bewaren. Hij bleef goed kijken en, en rustig, en uh, dat is wel een groot verschil. Daar heeft hij een enorme sprong in gemaakt. Vind je het nou fijn dat er uh, een, uh, een uh, zaterdag niet gevoetbald wordt, of had je die uh, flow door willen zetten? Ik uh, wil het liefst altijd voetballen en uh, door willen gaan met die flow, natuurlijk. Maar ik begrijp heel goed dat de spelers zaterdag uh, na de wedstrijd hier nog een mooi feest gehad, uh, dat ze nu even zeggen: Van nou aan willen we nog wel even gas geven, maar voor hun snap ik wel dat ze even een weekendje hun eigen ding willen doen. Hebben ze het dan verdiend? In dit geval mag ik zeggen dat ze het verdiend hebben en uh, wij allemaal. En, uh, maar het betekent ook wel weer dat je, dat je alweer volgende week, natuurlijk, wel weer die focus erop moet hebben. Maar uh, de groep heeft bewezen dat ze dat aan kunnen. Ja, Want Dan ga je uit naar Dovo. Ontvangen we thuis ACH en gaan we uit naar Ajax Amateurs. Je bekijkt het wedstrijd voor wedstrijd. Ga je daar uh, deze week al wel mee bezig met Dovo? Ja, dat zeg ik morgenavond. Die wedstrijd en daarna gaan we met, met Dovo bezig. En uh, dat is niet anders dan anders. Dat, uh, ik ken Dovo, ik als trainer ken Dovo natuurlijk al een paar jaar. Omdat ik ook bij, uh, met SCC bij ze in de competitie heb gezeten. En uh, ik volg ze op de voet. Zitten veel bekenden. Altijd lastig uh, uit bij Dovo. Uh, daar wint niemand zomaar uh, zonder, zonder weerstand. Die jongens die uh, geloven altijd in hun eigen kunnen. doen ze erg goed. En dat is een groep van formaat. Dus, uh, ja, en we weten gewoon dat wij de, de, de kloppen ploeg zijn op zo'n moment. Dus uh, nou, we gaan ons huiswerk weer doen en dan uh, hebben we heel veel zin in dat duel. Uh, hoe ga je morgenavond spelen? Heb je daar uh, laat je de voltallige selectie spelen? Of? Ja, iedereen gaat spelen. Het is een soort uh, even trainersjargon. Uh, excessieve duurtraining gebruiken. We. Die was aan de beurt. Dus je kan dan uh, in drie kwartier moet je volle bak gaan. En dan de andere de tweede helft zal een andere ploeg in het veld staan om ook drie kwartier uh, gast te geven. Dus mensen komt allemaal morgenavond om uh, een mooi DVS te zien spelen? Ja, iedereen kan zijn eigen favoriet uh, zien spelen. In ieder geval 45 minuten, dus uh, komt het vooral bekijken.